Jiske Griffioen. Ze werd lang gezien als dé grote belofte in het vrouwenrolstoeltennis. En in 2015 viel alles op zijn plek. Ja, begin 2015 toen won ik mijn eerste Grand Slam titel in het enkelspel bij de Australian Open. Er volgden meer Grand Slams, ik werd nummer 1 van de wereld. En uiteindelijk in Rio 2016 bij de Paralympische Spelen haalde ik ook mijn eerste gouden medaille in het enkelspel. En eigenlijk alles viel daar samen en dat waren prachtige jaren en heel erg genieten. In 2017 Wimbledon, dat is de laatste wedstrijd die ik gespeeld heb. Wat we toen eigenlijk later in de pers naar buiten hebben gebracht, was dat de motivatie er niet meer was, dat het vuur niet meer brandde. Dat was helemaal niet het echte verhaal, maar dat was voor mij op dat moment het makkelijkste verhaal waar het minste vragen over zouden komen. Maar er was dus wel echt iets heel anders aan de hand. Kun je vertellen wat er gebeurde? Ja, eigenlijk hoe we het nu als we terugkijken een beetje omschrijven, heb ik een beetje kortsluiting in mijn hoofd gekregen. En ging wat nadenken over thema's van het leven waar ik een beetje op vastliep. Dus dat kan je bijna een beetje vergelijken met een psychose. Die gedachten gingen mijn leven zo beheersen. En ik werd daar zo somber van dat ik eigenlijk niet meer kon functioneren. En ik heb het nog wel een tijd geprobeerd op de tennisbaan, maar uiteindelijk moest ik echt eerst voor mezelf gaan zorgen en hebben we besloten een punt achter mijn carrière te zetten toen. Niemand heeft het zien aankomen. Ik was eigenlijk zat heel lekker in mijn vel. Ik was nog steeds lekker aan het tennissen. Maar ik was een boek aan het lezen en daar kwamen wat thema's in voor die te maken hadden met de eindigheid van het leven. En daar ging ik gewoon veel te veel over nadenken en ik werd ineens heel bang om dood te gaan. Kun jij zelf een soort van pinpointen van wanneer je wist van oh, nu is het echt wel helemaal mis met me? Ja, ik denk dat het moeilijke is dat ik ook een heel deel van die periode ben ik kwijt. Alsof mijn brein een soort van me beschermd heeft tegen die zware periode. En ook door behandelingen die ik heb gehad met shockwave therapie is een deel van mijn geheugen is ook weg. Heel af en toe is alsof het bijna alsof iemand anders het mee heeft gemaakt, gek genoeg. Ik denk dat het een hele uitzichtloze periode was waarin ik zo vast zat in mijn gedachten, zo somber werd, dat ik eigenlijk heel veel moest huilen, niks meer wilde ondernemen, eigenlijk ook niemand meer wilde zien en mezelf helemaal afsloot van de buitenwereld. En dat deel dat je kwijt bent, ik kan me wel voorstellen dat je daar met familie of je ouders of naasten over gesproken hebt. Of naar nieuwsgierig naar was. Wat vertellen ze jou dan daarover? Was jij echt een heel andere Jiske? Ja, we hebben het er niet veel over gehad. Ik denk wel dat als je mijn ouders en mijn familie en mijn vrienden erover zou interviewen, die hebben het heel bewust meegemaakt. Ik denk dat zij met meer emotie erover die periode praten dan dat ik doe, omdat ik het grootste gedeelte van die periode gewoon helemaal is gewist. Heb jij het gevoel dat je jezelf wel nu weer helemaal terug hebt gevonden? Ik heb het gevoel dat ik delen van mezelf weer heb teruggevonden en ik kan echt wel zeggen dat er dagen zijn waarop ik me echt weer de Jiske voel van daarvoor. Maar het heeft ook wel heel veel impact op me gehad. Ik ben ook wel echt toen, alles kwijtgeraakt. Mijn hele carrière, mezelf moest echt weer helemaal van nul af aan met alles beginnen. Met mijn hele leven opbouwen, weer structuur vinden. Mijn relaties met vrienden en familie waren weer onwennig, want die waren heel bang dat ik weer terug zou vallen. En ja, gewoon Jiske weer opbouwen tot wie ik nu ben, dat is voor mij de moeilijkste periode geweest. En wat was het moment dat je wel weer aan tennis begon te denken? Ja, ik merkte dat gewoon wel fysieke arbeid me ook weer heel erg hielp om me beter te voelen. En ik ging op dat moment heel veel de gym in. Maar ik vond 5 keer per week in de gym vond ik toch best wel saai. Toen begon het idee een beetje te leven. Nog wel het gevoel dat ik gewoon ook op een mooiere manier mijn carrière kon eindigen. Maar wilde ik ook nog wel echt zien waar ik stond. Daarnaast had ik ook nog wel wat elementen in mijn spel waarvan ik dacht, nou, daar kan ik echt nog wel aan werken. Dat kan ik echt nog wel beter doen. Ja, en dat alles bij elkaar opgeteld maakte dat ik toch ineens besloot om het nog een tweede kans te geven.
Waarom wil je je verhaal zo graag vertellen? Ja, ik denk nog steeds dat er een beetje iets heerst rondom mentale gezondheid. Wat we niet bespreekbaar maken. Wat we voor onszelf houden. Ik ben daar de enige die daarmee aan het struggelen is. En ik zou het mooi vinden als dat er meer van afgaat. Dat we meer bewust worden dat iedereen met bepaalde mentale zaken struggelt. En dat het oké is. En dat je dat mag vertellen en dat je hulp mag zoeken. Het is ook iets, we hebben ook nu bij de Tennisbond weer een jongere generatie, wat ik ook hopelijk altijd probeer over te dragen van ik heb daar ook mee gestruggeld. Dus er zitten gewoon moeilijke tijden in het leven. Dat is oké, dat hoort erbij, daar moet je doorheen. Daar kan je hulp bij krijgen. Ja, ik denk nog steeds dat er een beetje een taboe op heerst. Als je iets fysieks mankeert, dan begrijpen we dat allemaal en dan krijg je hulp voor en medicijnen en dan is dat oké. Maar als het in je hoofd zich afspeelt, vinden we dat toch allemaal moeilijker te begrijpen. Gaan we daar soms een beetje spastisch mee om. En ik denk dat het mooi zou zijn als daar iets meer ruimte voor is.